Vier jongeren uit Suriname zullen op zaterdag 1 juli 2017 meedoen aan de finale van de Benelux scholendebatcompetitie. Dit debat vindt plaats in Nederland en wordt georganiseerd door de Debatunie. Dit vertelt Henna Draaibaar, directeur van de Backlot, op een vandaag gehouden persmeeting. De deelnemers zijn merendeel afkomstig van scholen uit de Benelux. Suriname doet voor het eerst mee aan dit debat. Volgens Draaibaar zijn de deelnemers geselecteerd uit een grote groep jongeren die kritisch denken en overtuigend weten te spreken. Ze zijn volgens haar nu ready om de strijd aan te gaan. Het doel is uiteindelijk om te laten zien dat wij in Suriname, vooral op het gebied van taal en communicatie, ons kunnen meten met iedereen eigenlijk. En deze vier jongeren die gaan, die hebben dat de afgelopen weken laten zien. Ze hebben elke dag getraind. De laatste 5, 6 weken kwamen ze elke dag na school hier, onder leiding van onder andere Ray Jonge Lok, kwamen ze hier om te trainen. Maar we hebben ook andere trainers gehad, Dirk Curry, Elvin Roosveld en Dirk Boldewijn. Die hebben gewoon hun tijd genomen en hebben ze eigenlijk, op zijn Hollands gezegd, gedrild om te zorgen dat ze hun mannetje of vrouwtje kunnen staan in Nederland. En wat we ook hebben gedaan, want heel veel mensen kennen me van Kroetu, we hebben een aantal Kroetu-leden hier naartoe gehaald en gezorgd dat zij tegengas gaven bij de jongeren. En ik moet zeggen, met alle liefde hebben ze hun medewerking toegezegd en waren net zoals de jongeren hier present om te zorgen dat ze een geduchte tegenkandidaat hadden waarmee ze het debat aankonden. De Backlot-directeur zegt verder dat de deelnemers uit Suriname op een zogenaamde wildcard vertrekken, omdat Suriname pas rond december benaderd is om mee te doen met het debat. Daarom is er voor een andere selectievorm gekozen. De deelnemers aan de Benelux debatcompetitie zijn Shannon Loor, Shemara Lindveld en Rianne Sai, allen 17 jaar oud en afkomstig van het Hogedoorn Atheneum. Als jongste deelnemer reist mee Matthijs Samuel, 12 jaar en afkomstig van de Wimbos Verschuurschool. Hij is het geheime wapen van de Backlot. De deelnemers zeggen heel goed afgestemd te zijn op elkaar. Ze zijn zowel nationaal als internationaal voorbereid op de stellingen die mogelijk aangedragen zullen worden. Dat we een geweldige ervaring opdoen en dat we op het debat ons uiterste best zullen doen en daardoor terugkomen met de eerste prijs. Internationaal en nationaal, want zoals ik al zei, bepaalde onderwerpen zijn ook van toepassing in Suriname. Het vluchtelingen, dus als er een stelling is met vluchtelingen erin, dan kunnen wij dat ook brengen naar Suriname met de Cubanen nu. En als we het in Nederland doen, dan hebben we het over Syrië, Afghanistan en Pakistan, de landen waar er nu oorlogen zijn. Daardoor kunnen we het naar Suriname brengen. Ik denk dat we sowieso een hele goede indruk gaan maken, omdat we zo hard hebben geoefend en we zijn echt al afgestemd op elkaar. Dus ja, mijn verwachtingen zijn eigenlijk alleen maar positief. En om haar ook nog aan te vullen, wij Surinamers hebben wel een heel andere manier van debatteren, ja, en ons voordoen. Dus ik denk dat we sowieso zullen opvallen daar. En dan helemaal niet in een negatieve manier, op een negatieve manier. Geef een exempel, geef een voorbeeld. We praten met heel veel. We praten met saus. Ja. Dus we hebben naar een paar video's gekeken van hoe die Nederlanders debatteren. En dan is het niet gemeen bedoeld, maar zij doen het iets droger en wij doen het echt met passie. Dus als wij debatteren, dan zie je dat we achter onze stelling staan. En dat is eigenlijk wel goed. Alleen moeten we ervoor zorgen dat we natuurlijk niet als onbeschoft overkomen. Maar we weten onze passie wel te onderdrukken, denk ik. Dat wat wij gemeen hebben en hoe wij zijn als Surinamers, dat we dat kunnen meenemen en het kunnen implementeren. En ook dus dat het in ons voordeel werkt. De groep vertrekt aanstaande zondag naar Nederland. De finale van de debatcompetitie wordt gehouden in het Koerhuis, gelegen aan het strand van Scheveningen. Als de deelnemers terugkomen, is Draaibaar van plan een scholencompetitie te organiseren. Daarbij zullen de beste debaters het opnemen tegen die van andere scholen.